Het paadje van Kaatje is een wandelroute die uitgezet is ter ere van Kaatje Dirks en die u langs plekjes voert waar Kaatje in haar kinderjaren vaak geweest is. Maar wie was en is nu deze Kaatje Dirks? Kaatje werd in 1866 geboren in een huis gelegen aan het Honzeind. Kaatje groeide op in Ossendrecht, maar toen ze 18 werd, ging zij als kinderopas dienen in Antwerpen, waar ze in contact kwam met Franciscanessenzusters. Ze trad op 19 maart 1893 in en kreeg de naam zuster Marie Adolfine. 6 jaar later vertrok Kaatje als missiezuster naar China, alwaar zij 1,5 jaar later tijdens de Bokseropstand in het jaar 1900 de marteldood is gestorven. In 1946 werd Kaatje zaalverklaard verklaard en in het jaar 2000 volgde haar heiligverklaring. In het jaar 2009 werd het leven van Kaatje Dirks door striptekenaar en schrijver Geert de Sutter beschreven in een stripboek genaamd De Verre Bestemming. In dit stripboek komen oude Ossendrechtse straatbeelden voor uit de tijd dat Kaatje in Ossendrecht kind was. Dit bracht Dorpsplatform Ossendrecht op het idee om, in samenwerking met Stichting Zuster Maria Adolfine en met financiële ondersteuning van Kermit Pit, op een 5-tal locaties langs de wandelroute het paadje van Kaatje informatiepanelen met fragmenten uit het stripboek te plaatsen. Op vrijdag 14 juni 2013 was het zover en werd de vernieuwde wandelroute officieel heropend. Het zijn panelen geworden, 5 panelen, die geplaatst zijn op 5 verschillende locaties langs het paadje van Kaatje. En we willen dadelijk het eerste bord, dat staat hier achter ons, gaan onthullen. Dit is dus een afbeelding uit de strip, De Verre Bestemming. We vonden het ook leuk voor kinderen, hè, dat ze ook voor een strip kunnen staan, toch een klein verhaaltje kunnen lezen. Samen met leerlingen van basisschool De Mullenakkers maken we de wandeling die begint bij de Adolfinekapel, staande op de plaats waar Kaatje in 1866 geboren werd. Ostrecht 1866. Men leidt een armoedig bestaan. Bij Dirks wordt een dochter geboren. Vanaf de kapel lopen we naar de woning op de Wip. Die staat op de plaats waar Kaatje, na de dood van haar moeder in het jaar 1872, opgenomen werd in het pleeggezin van Cornelis Dirks en Nelly Smout. Vanaf de woning op de Wip ging Kaatje dagelijks door de bosrijke omgeving van Ossendrecht naar het schooltje op de Berghoeve, waarbij ze onderweg hier naartoe langs de Geuzekei liep op de kruising Vierwinderlaan-Trambaan. Vanaf dit punt kijk je onder meer uit over de uitgestrekte polders en, liggend op de Brabantse wal, de Vermaardenhoeve Calafen, die eens in bezit was van de markies van Bergen-op-Zoom. Lopende langs de trambaan komen we bij de Berghoeve waar Kaatje les kreeg. We verlaten de Berghoeve en gaan op weg naar het voormalig hotel De Kettel, van waaraf Kaatje de tram naar Antwerpen nam in de tijd dat zij als kindermeisje daar diende. Met die tram ging Kaatje naar Antwerpen. De fabriek aan de rechterzijde was de vroegere Peekhoff-fabriek Het Rode Anker, waar Kaatje tot haar 18e jaar werkzaam was in het pakkot. Verder lopend zien we een woning met op de dakkapel een suikerbiet
als teken van het belang van de suikerbiet voor Ossendrecht in het begin van de 20e eeuw. We komen bij de Rooms-Katholieke Sint-Gertrudeskerk, waar, ter ere van Kaatje, als zijnde de huidige heilige zuster Maria Lofien, een bidkapel is ingericht. Na het verlaten van de bidkapel lopen we langs de Nederlands Hervormde Kerk met zijn daarnaaststaande houten klokkenstoel. Even verder passeren we het voormalige gemeentehuis met aan de overzijde hiervan de Rooms-Katholieke Pastorie. Het laatste paneel staat op de markt, waarop afgebeeld de Peekhoff-fabriek van de familie De Beukelaar. Die stond op de plaats waar nu woningen staan, met in de nabijheid de bronzen os, het symbool van de Ossendrechtse carnaval. Vanaf de markt lopen we over het Holzeind terug naar de Adolfinekapel, het start- en eindpunt van deze 4 kilometer lange wandeling, het paadje van Kaatje.